Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe YouTube video op het Carlijn Design YouTube kanaal. Er is weer een nieuwe release, de september release van 2021. En ik wilde jullie laten zien welke producten er in deze release zitten. In dit filmpje zitten nog niet alle producten, dus er komt nog een na-uitzending. Maar de eerste producten wil ik jullie alvast laten zien. En het is de vijfde release van dit jaar, dus cijfer snijmallen nummer 5 van de kaarsjescijfers die je kunt sparen zit in deze release. En om het makkelijk te maken zit ook kaarsjescijfers 0 in deze release. Zodat je in ieder geval 40, 50, 30, 20, 10 of 0 als je dat heel leuk vindt of 100 al zou kunnen maken. Je kunt ze dus allemaal sparen en er zijn nu dus 6 cijfers in deze reeks uit. 0 tot en met 5. En hier kunnen we dus leuke Sarah kaartjes mee maken. Of Abraham kaartjes, of jubileum kaartjes, of hoe je het wil noemen. Ook de 25 kun je nu maken met de 2 en de 5. Dus we kunnen steeds meer combineren. En deze release is een heuse feestrelease. Want er zitten heel veel feestproducten bij. Allereerst mijn nieuwe favoriete snijmallen. Namelijk de snijmallen Oeps Sorry. Die kan ik heel goed gebruiken. Want ook dit jaar faal ik weer met altijd op tijd versturen van kaartjes. Dus deze snijmallen die combineren leuk met de stijlen van andere stempelsets. Om sorry te laat kaartjes te sturen. Ook hebben we snijmallen gefeliciteerd hoera. Die passen bij de stempels. Gefeliciteerd hoera. En dat zijn ja, echte feeststempels voor gefeliciteerd van harte. Jarig, hyper de piep hoera. Je diploma. En ook weer hele leuke woordjes erbij in lettertypen die ook al gebruikt worden in andere stempelsets, zodat je weer leuk kan combineren. En leuke ondertekstjes zoals dat moet gewoon met hoofdletters of ondanks corona of zodra het weer kan. En dingen zoals taart, slingers, cadeaus, vreugdedansjes, etc. Dus hier kun je leuke blije kaartjes mee maken. En de bijpassende stempelmallen om gefeliciteerd, hiep en hoera uit te snijden. Maar ook een leuke vlaggenlijn en leuke patroontjes om de vlaggetjes mee te vullen als je zou willen. Dan gaan we door, want er is weer een heleboel om te zien. En ook dit zijn twee setjes die ik heel erg graag ga gebruiken. De pensioen, die heb ik heel lang gezocht van leuke merken, maar ik kon ze nooit vinden. Dus eindelijk heeft Carlijn ook een pensioensetje uit. Met het mooie woord pensioen. Geniet van je pensioen. Maar ook hele leuke onderteksten. Zoals eindelijk tijd voor. En dan vul je minimaal 3 hobby's in. Of welk zwart gat. Dagwekker. Hallo vrije tijd. Niks moet. Niks en mag. Dus ook weer leuke ja, soort van foute tekstjes daarbij. Er zitten bijpassende snijmallen bij. Om de tekst pensioen uit te snijden. Een lekker palmboompje. En twee leuke banners die je ook in elkaar kunt leggen. Dus een stitch banner met eventueel een outline eromheen. Ook bij de collega set zitten bijpassende snijmallen. En ook dat is een leuke banner met een stitchrand en een outline. Weer in een andere vorm. En dat heeft een beetje de vorm van een die op prijsbeker staat. Dus een award voor de beste collega bijvoorbeeld kun je maken als je de stempels ook gebruikt. Dus award voor de beste. Welkom collega's, succes, tot ziens. En ook hier, grapje, dat zijn we allemaal. Gefeliciteerd met je promotie of met je nieuwe baan. We zullen je missen. Topper, groetjes. En dan oud collega's, de zaakjes. Dus je kan nieuwe collega's verwelkomen of juist iemand die op pad gaat naar een nieuw avontuur. Ja, uitzwaaien met deze teksten. En bij de snijmallen kun je de tekst collega dus uitsnijden. Die past ook weer bij de stempel. En een leuke prijsbeker. Waar je bijvoorbeeld de 1, die kun je losmaken. Dus het kan ook gewoon een lege beker zijn. Maar waarbij je dus ook de eerste prijs zeg maar zou kunnen geven voor jouw beste collega. Dan hebben we nog een heleboel andere feestelijke setjes. Bij de kerstrelease van de vorige release zaten hele leuke monoline rotfoilmallen met bijpassende snijmallen. En ook hier zit weer een hele toffe monoline tekst bij. En dan wel de tekst gefeliciteerd. En die tekst is altijd handig.
En dus zeker deze combinatie, die komt ook bovenop mijn stapeltje te liggen. Dan hebben we, dit zie je natuurlijk super goed op een wit achtergrond, maar een heuse 3D embossingbol. En met een 3D embossingbol laat je vaak één plaat van je stack, zeg maar, door je persmachine weg. En daar stop je papier tussen en dan krijg je wat er in de mal zit als relief, zeg maar, in je papier gedrukt. En in dit geval zijn het dus allemaal feestelijke teksten zoals hoera, feest, joepie, geniet, hiep hiep hoera, gefeliciteerd, jee, en dat soort leuke vrolijke teksten. Ook hiervan zul je van ons leuke voorbeeldjes voorbij zien komen als je de Instagram en Facebook pagina's in de gaten houdt. Dan hebben we tussendoor eventjes de Joselijn Design en Carlijn Design combinatie release. Dat zijn dit keer allemaal snijmallen en ook weer hele feestelijke snijmallen. Eén snijmal met zo'n poppetje wat je kapot kan slaan, waarvan ik de naam even niet meer kan herinneren. Daar kun je, zeg maar, een opbouw mee maken. Je kan het ezeltje paardje, zeg maar, zo uitsnijden, maar je kan hem ook gelaagd maken met meerdere kleurtjes. Er zit een ballondiertje bij, er zitten gewone ballonnetjes bij, mutsjes bij, confetti zit erbij, muzieknootjes. En op die manier kun je een hele leuke feestelijke kaart maken. Op de achterkant staan ook nog voorbeeldjes ermee, dus met de ballondieren, met de ballonnetjes en de strikjes en dergelijke. Dan hebben we een set met taartjes en met cadeautjes. Dus je kan er een cadeautje mee maken, een ballonnetje, maar ook een taartje of wat andere vorm van ballonnetjes. En op het taartje kun je nog wat slagroom en aardbeidjes en kersjes doen. Dus die details zitten er hier ook allemaal bij. De derde set aan snijmallen van Carlijn Fried Joselijn Design is een koekjeset. Dus om lekker biscuitje te maken of een donut. Dan kun je dus het rondje met het kleine rondje samen uitsnijden. Dan krijg je een soort donut. Daar kun je een glazuurlaagje op doen. Maar je kan deze vorm ook gebruiken gewoon voor een koekje. Dus laat je niet misleiden dat dit alleen maar het glazuurlaagje kan zijn. Je kan een hapje uit een koekje nemen. Ja, er zitten leuke sterretjes bij om te versieren. Er zit wat hagelslag bij. En een aantal verschillende soorten gezichtjes om de donuts te versieren. Of de koekjes. En ook hier staat op de achterkant weer een reeks aan voorbeeldjes. Dan gaan we terug naar de Carlijn Only producten. En dat is onder andere de Slimline Kaart 2. En dan moet ik goed zeggen, de mini Slimline Kaart 2 snijmallen set. Dus bij de vorige release zat er al een mini Slimline set bij. Daar zat een bijpassende envelop bij. En ook deze snijmallen passen in die envelop. En dan heb je weer een andere opbouw met de verschillende vormen. Die zijn vergelijkbaar met de grote Slimline vormen. Ja, en hier maak je net wat leuke kleinere kaartjes mee. En zeker met die sets voor collega en voor pensioen en de Oeps Sorry set kun je weer... Ja, leuke, kleine, maar toch ook bredere kaartjes maken. Voor de echte mega slimline liefhebbers hebben we ook weer een snijmal. En dat is de snijmal slimline NA6 strepen. Daarmee kun je dus in slimline formaat, maar ook als je er drie strepen tussenuit weglaat, zoals hier in het plaatje uitgelegd wordt, kun je van de slimline strepen kun je een A6 kaart met achtergrondstrepen maken. Het is net wat makkelijk, je hoeft niet te meten. Je hebt een hele mooie stitchrand aan de buitenkant. En zo kun je een leuke kaart opbouwen. Kleine tip voor als je het lastig vindt om de volgorde van de strepen te bepalen. Je kan op de achtergrond van je papier kun je een soort van golflijn tekenen, zodat je je papier ook weer kunt reconstrueren, zeg maar, naar de rand. Zodat je weet in welke volgorde de strepen opgeplakt moeten worden. Dan hebben we nog meer feest, want het is een mooie grote release met heel veel feest. Namelijk een slimline ballonnen stempelset met daarbij getalletjes. Die getalletjes die zitten los, dus die zitten niet in de ballonnen. Die kun je er dus uithalen, dus die getallen kun je ook gewoon los stempelen. Maar je kan dus ook getallen in ballonnen stempelen. Er zitten losse ballonnen bij, er zit een hele reeks aan ballonnen bij. En er zit ook een snijmallenset bij.
de Slimline ballonnen set. Daar zitten losse ballonnen bij, met een outline eromheen ook. Ook hier zitten weer cijfers bij, een aantal touwtjes voor aan de ballonnen. En op de achterkant staat ook een beetje uitgelegd wat er allemaal verder bij zit. Je kan ook binnen de ballonnen nog wat accenten leggen. En op die manier met die stempels zeg maar net dat effect creëren. Dat is ook leuk als je dat met embossingpoeder doet om het net een glim te geven. Met de clear embossing bijvoorbeeld. En zo kun je het net allemaal wat, wat echter laten lijken. Omdat we nog niet uitgefeest zijn, hebben we ook nog een hele grote tekst. De snijmallen A6 gefeliciteerd. Deze vult eigenlijk een volledige A6 kaart. En je kunt hiermee dus, we hebben een stitch outline. We hebben een gewone outline die mooie ja, dunne rand rondom de letters geeft. En we hebben de letters zelf. En je kan dus ofwel de outline gebruiken, ofwel de mat met de outline en de letters. Ofwel alleen de outline en de letters. Maar net hoe je hem wil combineren. Maar dit is dus om een mooie, simpele kaart te maken die lekker gevuld is en die meteen gefeliciteerd ook zegt. Nou, als je denkt, ben je er al? Dit zijn de laatste voor dit filmpje. Er komen er nog een paar meer aan, maar niet vandaag. Wij hebben nog Hot Foil ballonnen 2. Bij een eerdere release zaten al ballonnen die de, ja, de gewone ballonnenvorm hadden, zeg maar. Deze ballonnen die passen bij de stencils, de stencilballonnen. En waarvan het sterretje, het hartje en die ovale ballon, feestballon zat. En er zijn nu ook bijpassende snijmallen. Dus waar je met dat stencil al hele leuke ballonhondjes kon maken, kijk gerust in van de YouTube filmpjes terug. Daar kunnen we dus nu ja, nog meer leuke ballonnencombinaties maken. We hebben de snijmallen om de hotfoilballonnen uit te snijden. We hebben er ook een outline bij nu. Dus we kunnen ook gewoon alleen outline ballonnen vormen maken. Je kan ze opstapelen. En er zit ook een soort van confetti bij. Dus al met al een hele feestelijke release dit keer. Dus wij gaan snel aan de slag om wat voorbeelden voor jullie te maken. Zodat jullie mee kunnen genieten van al dit moois. Als jullie nog vragen hebben, weten jullie ons te vinden. Voor creatieve inspiratie kunnen jullie de Facebookpagina van Carlijn Design Creaties volgen. Instagram account, Pinterest hebben wij ook een aantal boards staan om jullie te inspireren. En anders dan stuur gerust een berichtje. Heel veel plezier en een creatieve nazomer gewenst. Groetjes!